Het bewijs vandaag is dat mannen onnodig vroeg sterven en dat eigenlijk niks te maken heeft met een geslacht, maar het vooral te maken heeft met hun ongezonde levensstijl en hun slechte gewoontes. Mannen zoeken ook bovendien veel minder snel hulp en die zijn ook niet gewoon om gezondheidsdiensten te gebruiken en interpreteren allerhande symptomen ook helemaal anders en wachten eigenlijk liever af tot het te laat is. En als ik gewoon naar thuis kijk, dan zie je datzelfde ook. Mijn vrouw zou heel snel naar dokter Google reiken als ze een bepaald symptoom ziet. En ik blijf eigenlijk meestal veel te lang wachten. En wat nog het meest hallucinante is dat hoogopgeleide mannen, dat die eigenlijk de slechtste gewoontes hebben. En concreet betekent dat eigenlijk ik nog sneller naar de dokter zou gaan als u bijvoorbeeld, meneer de minister. Dus we moeten naar een manspecifieke aanpak gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er programma's zijn die voor mannen niet te lang duren en dat ze bovendien ook nog een hoop humor bezitten. Dus is mijn vraag concreet, kan misschien het Vlaams Instituut Gezond Leven, ons hier ook niet een studie oprichten om ook die hoogopgeleide mannen van een grote groep is toch te bereiken? Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.